Ja, we zijn natuurlijk binnen onze omroep eigenlijk ook altijd op zoek naar gewoon leuke dingen. Het hoeft niet altijd zo groots nieuws te zijn of wat dan ook, maar gewoon een hobby die mensen heeft. En waarvan ze zeggen van, ja, verdraaid, het is toch leuk dat Emus zo gaat eten, maar het is ook leuk dat we er Gert van Aafheet. Nou, zo zijn we deze keer dan ook hier in de Dalle-Vaterstraat beland, in de Kerenzee. En ja, daar hebben we inderdaad een hobby aangetroffen waarvan ze zegt, ja, joh, dat komt ze inderdaad niet altijd tegen. Je zit hem af en toe al eens achter mij langs rijden, een treintje. Een treintje, die in de vuurtuin, in de zietuin loopt. En daarbij werd, misschien later, over een poos, wanneer ik eens door de achtertuin heen loopt. En ja, het is geen speelgoed, dat zeg ik ook wel al van tevoren. Begon er een schet weer overkallen met de eigenaar. Nou, als ik het dan heb over de eigenaar van het geheel, daar staat hij tegenover mij, die de naam is? Matt Steps. Matt Steps. En Matt, hoe woont hij op de Dalle-Vaterstraat? Dat hebben we al geprobeerd in beeld te brengen. Ja, de vraag die zwakheid is natuurlijk van wie best hier toe gekomen. Nou, ik heb vroeger van die H0-treintjes gehad. En die houden vooral in een chin-up girl. De eigenaar daarvan houdt achterom in zijn tuin houdt ook een spoortje liggen. En toen kreeg wat is er van een paar jaar terug weer al begonnen met het H0. Ze ging van de huur naar wijn en binnen een vriend en eigenlijk van een komende hanger een beetje flauw kullen en ze toch gezegd ja toch zou schoon zijn om een groot spoor in een tuin te hebben liggen. Ja. En ja, dan kreeg ze natuurlijk een heel ander verhaal als iemand tegen een treintje nog in een zolder legt. Andere treinen, daar hebben ze ook andere problemen zo ik wel zeggen die ze tegen. Ja. Dit spoor ligt goed. Het probleem wat ik met name hier spelen is als je met elektrische wissel zit of met weersomstandigheden tot je alles naad wordt. Degene die hier van een grote boom staan, voorjaar is het de bloesem, midden van het jaar is het de besjes, nieuw jaar is het de blaaier. Kijk, dat hebben ze met een H0-speurtje hebben ze dat niet. Dan moest hem natuurlijk wel, inderdaad, wat de geurste al aan, dan moest het eigenlijk altijd constant zuiver blijven houden. Dat lijkt eraan. Ik geef hem voornamelijk met elektrisch, maar ik vrie ook met livesteam. Livesteam, dat wil zeggen dat de trein zelf wordt aangedreven door stoom. Dus als ik met livesteam rijd, hoef ik alleen maar te zorgen dat het spoor relatief zuiver is van bloesem, besjes, blaaier en takken. Terwijl met elektrisch team moet ik ook zorgen dat het spoor zelf zuiver is. Met livesteam gereden. Zomers. Was ik hier op de hoek van de Dalle-Vaterstraat. Het is hier in de Kerenzee wel een nette buurt natuurlijk. Maar er is geen last van wie die daar met hun vinger aan zit? Nee. Weet je goed, is dat zo duidelijk zes? Nee. Ja, dat is ook goed. Nee, dat is prima. Dat is alleen maar gunstig natuurlijk. Hè. Dat betekent dat men het toch wel waardeert. Want ik kan me ook voorstellen dat als ik hier met die dingen aan de gang ben, dan kom ik het nu langs gewandeld. Dat zal wel heel graag aanspraak geven. Ja, ik heb heel veel aanspraak, van jong tot oud. Kinderen die langskomen, kinderen die vrouwen die net mogen spelen. Volwassenen die hun jeugdherinneringen ophalen. Eigenlijk alles. Ik heb me voorstellen dat ze wel het verhaal van, ach, vreugde, wie klein wordt, toen hou ik. Ja, precies. Hoe houden ze die treintje dan? Voornamelijk van internet. Maar je kunt ze natuurlijk ook kopen bij Hunebein en Aken. Een Moncho liggen zegs, die hebben ook groot spoor. En diverse zaken. Groot spoor zes, ja, dat hebben ze nodig. Hè. Ze hebben nog wel een brede rail, zal ik dat maar zeggen. Ja. Als ik nu zo'n treintje zie, gewoon. Nu wil ik het niet tot op een tientje precies hebben. Maar hoe zit het voor ongeveer? Wat moet ik aan denken wat zo gaat kosten? Ligt eraan wat ze wilt hebben. Als je eerst tweedehands gaat kijken, dan heb ze er, begint van 100, vanaf 150, vroeg niet wat ze de kreeg, tot eigenlijk tot in het belachelijke toe. Dan zit ze 20, 30.000 euro al. Maar goed, dat gaan we van zolang zal ze leven niet aan uitgeven. Zeg, een hobby, ja, meestal is er nog niet direct een eend aan te zetten. Dat heeft ze me van tevoren eigenlijk ook al verteld. Ze riet hier door de veurtuin. Hij riet door de zietuin. De kunst de garage al niet meer in met een auto. Maar ja, dat heb ze al opgelost door er nog een garage achter te leggen. Maar de wil ze nog weer. Ja, uiteindelijk zal er doorgetrokken worden tot achter in een tuin.
En dat betekent dus dat ze door de huidige garage geest en aan de andere kant er weer uit komt. Juist. Ja. Dan zal door de garagepoort her gaan en dan achterkant door de moer her. En van de hout zal er gewoon lussen in de tuin en een camper naar voren toe. Maar dat is een meerjaren project. Ja. Dat werd in vrouw ook al. Mijn vrouw weet er ook van, ja, en ze steunt me erin, of het was. Dat zo horen van dat Ger natuurlijk, hè? Niet dat voor hier van die stiekem geheimtjes allemaal hebben. Hè? Nee, het zit in het plan, het gaat dus nog komen. Maar dus er zal meerjarenplan even goed bedenken, want ik denk ook de kwestie is van, ja, dat ligt ze daan. Maar we moesten wel te gooi aanleggen natuurlijk. Je hebt hier nog in een trein staan, dat moet dadelijk maar eens in beeld brengen. Die heeft nogal een ruige naam, dat liep meer op een krokodillentrein. Wat is dat? Ja, dat is de krokodillentrein van de Lego, van de Lego Creator. We hebben met een vriend van mij gekomen een paar maanden geleden aan de wol kieken. Van of het mogelijk was om ook Lego treintjes op LGB sport te laten rijden. Nou, daar hebben we een half uur gefilosofeerd. Uiteindelijk kwam er een prototype uit. Daarop is het krokodil besteld. En dat heeft het geboet. En zo geboet dat er inderdaad ook op dit spoor moet. Nou, kijk aan. Nou, we willen het gewoon uitermate zo breed mogelijk houden. Zowel ja, eigenlijk alles wat erop kunt rijden, moet wel wat erop laten rijden. Ja, dat is in ieder geval een heel interessante hobby natuurlijk. Enige technische begaafdheid is wel metgenomen, denk ik. Ja, ik heb elektronica en telecommunicatie gestudeerd, dus ik ben redelijk technisch. Dat is wel redelijk in de hoek. Goed zo. Nou, dan gewoon ik in ieder geval heel erg veel succes verder wensen in de toekomst. En met een uitbreidingsplan straks. We zijn benieuwd wie het gaat weten. Dank je.